Motocrossvereniging Utrecht heeft de vergunning aangevraagd om in het weekend en door de week overdag veel meer uren te crossen dan op dit moment mag. Milieugroep Zuilen en buren van Lage Weide vrezen een forse toename van geluidsoverlast voor omwonenden in Zuilen. Over deze avond, hoe is dat ontstaan? Nou, de gemeente heeft een ontwerpvergunning, milieuvergunning afgegeven voor de motocrossclub Utrecht. Gedurende 6 weken kunnen mensen een zienswijze indienen. En om de omwonenden te informeren over deze vergunning hebben we deze informatieavond georganiseerd. Zodat mensen nog aan alle partijen vragen kunnen stellen. Wat is nu uw beleving in dit hele gesprek? Ik zou je vertellen dat al zo lang die cross hier zit, dat is me eigenlijk nooit echt eens opgevallen. Sinds dat mijn nichtje op de cross zit, is het mij eigenlijk opgevallen dat hier een cross aan de overkant zit. Hoort u wel? Maar ik hoor ook de treinen gaan als de wind naar mij toe komt. U hebt er gewoon geen bezwaar tegen dat de motocross verder gaat? Kijk, mijn dochter die rijdt daar. Die is er vanaf de 6e jaar begonnen. Ze is nu 18 inmiddels. Ze heeft vorig jaar... Dankzij MCU heeft zij ook WK-wedstrijden in het buitenland mogen rijden. Gewoon omdat ze daar de kans kreeg om te trainen. Kijk, en ik snap heel goed dat sommigen daar last van kunnen hebben. Maar zoals hun het omschrijven, dat kan ik me echt niet voorstellen. Alsof ze zo hard die motoren horen. Dat kan ik me niet voorstellen. Wat zou je aan kunnen raden om dat geluid meer uit Zuilen te krijgen? Nou ja, heel concreet ten aanzien van de motocross vinden we bijvoorbeeld dat er veel minder wedstrijden gehouden zouden moeten worden. Dat past niet bij deze omgeving. We willen best met de motocross overleggen hoe het op een acceptabele manier activiteiten kunnen ontplooien. Maar niet op deze manier. Op deze manier is het echt veel en veel te fors. U heeft hier nou net uw handtekening neergezet? Ja, het probleem bij ons is, hè, wat ik ook net met de geluidsexpert van de gemeente besprak. Ik woon in een helemaal omsloten rechthoekig blok waarbij het binnenterrein als een klankkast functioneert. Het geluid rolt bij mij tegen de achtergevel, komt terug in mijn achtertuin en rouleert. Dus die mevrouw die hier 30 jaar woont en geen overlast heeft. Ja, als ik in andere gebieden van Zuilen kom, is het geluid veel minder. Maar de hobby voor de motocross heb je wel een hart voor. Kijk, ik gun iedereen zijn hobby. Alleen wat ik heel vervelend vind is dat de hobby van, nou, wat is het, 100, 200 man voor duizenden mensen overlast veroorzaakt. En dat vind ik wel lastig. En natuurlijk moet je daarin geven en nemen, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Maar ja, we hebben nu al heel veel overlast. We hebben de gemeente gevraagd hoeveel geluidsruimte er voor het terrein was. Het gaat nu puur alleen om het geluid en dat soort dingen. Nou ja, we doen natuurlijk ons uiterste best om zo min mogelijk lawaai te maken en overlast te veroorzaken. Is er niet meer wat in te stoppen in de uitlaat? Ja, maar dan rijden die dingen niet meer. Kijk, het zal in de toekomst alleen maar minder worden. Ze hebben 3 jaar geleden hebben de bonden en de motocrossfabrikanten een weg ingeslagen om het te reduceren. Maar dat gaat niet in een met 20 decibel tegelijk. Nee, het zakt niet heel snel. Er is zeg maar in 4 jaar tijd is er al 4 decibel afgegaan. Dus in 4 jaar tijd. Dus als ik zou maar zeggen in een paar jaar doorrekent. Dan gaat er weer 4 decibel af. Ja, dus dat vermindert. Het is ook voor ons belangrijk om nu een vergunning te krijgen. Omdat het in de toekomst wordt het alleen maar beter. Wat moet er gebeuren? Wat er moet gebeuren, iedereen moet gewoon doen waar hij zin in heeft. En de rekening houden met een ander. Om 1 hele grote hal eromheen te bouwen, zou dat het zijn? Geen idee. Heeft u misschien al een oplossing hoe we dat kunnen gaan bereiken? Nou, het probleem is, dit is een van de weinige plekken in de regio Utrecht waar gecrossed kan worden qua geluid. Dus ik denk dat het heel lastig wordt om een alternatieve locatie of andere mogelijkheden te vinden. Heb jij misschien een optie ervoor? Nou ja, mijn eerste gedachte was natuurlijk geluidsschermen. Maar als ik dan de geluidsexperts hoor dat het totaal geen nut heeft. Ja, dus dan zal of vermindering van het aantal raceuren... Dat zou een optie zijn. Dus die vergunningen in plaats van verruimen, juist aanscherpen voor een deel. Dan wel misschien overkappen.
En laat zeggen dat je met die wal iets aan doet, dat je net wat die meneer vragen ook. De gemotorclub, die bestaat natuurlijk zoveel jaar, er zit natuurlijk wel wat geld in de kast en dat soort dingen. Om een heel gebouw eromheen te bouwen, zou dat het wat zijn? Indoor crossen, is dat wat? Indoor crossen zou een oplossing kunnen zijn, ja. Maar de investeringen die je daarin moet doen om te zorgen dat we een indoor crossbaan krijgen, ja, ik denk niet dat realiseerbaar is. Gaat het niet werken met zo'n extra scherm op de telefoon? De korte indruk over deze avond. Alle meningen, zowel van de motocrossclub als van de omwonenden, die zijn naar voren gekomen. En ja, ik hoop dat we een beetje elkaar wat beter begrijpen. Het is een lastig onderwerp, maar het was een hele goede avond.